Welkom bij Hoven Amsterdam aan de Vrije Universiteit. Dit is de pilotaflevering van een serie gesprekken met docenten die regelmatig cursussen geven voor HOVO. Vanmiddag ga ik in gesprek met Ipe de Boer. Hij is filosoof. Hij is bezig met een proefschrift over de Italiaanse filosoof Agamben. Hij heeft een leeswijzer geschreven bij Oswald Spengler, De ondergang van het avondland. Hij wil een cursus over Foucault geven. Hij heeft een boek geschreven over Murakami. En hij heeft ons van alles te vertellen over zijn werk, over zijn favoriete filosofen en over wat hem bezighoudt in de filosofie. Welkom Ipe. Laten we beginnen met een korte introductie van jou. En ik wil beginnen met de vraag, je doet een heleboel op het gebied van filosofie. Maar wat is voor jou filosofie? Filosofie is heel veel voor mij. Dus het is niet alleen een manier van denken en een manier van met problemen omgaan, maar in ieder geval, voor mij voelt het ook echt als een levenshouding. En men spreekt wel eens over beroepsdeformatie. Dat je vervormt naar aanleiding van het beroep dat je doet. En ik denk dat dat bij mij ook wel gebeurt. Dus ik zoek filosofie in alles. En het heeft voor mij ook heel veel geopend. Ook andere vakgebieden en kunst en literatuur. En hoe je omgaat met anderen. Hoe je omgaat met jezelf. Dus filosofie voor mij uit is belangrijk. Het is een experiment met het leven. Filosofie. Absoluut, ja. En dan is het vooral een denkend experiment met het leven. Dus je kan natuurlijk op heel veel manieren experimenteren met het leven. Maar wat misschien eigen is aan filosofie, is dat het probeert bewust te worden van hele abstracte, maar toch fundamentele begrippen die bepalen hoe je naar het leven, hoe je naar de wereld en hoe je naar jezelf kijkt. Dus traditioneel kan je dan denken aan begrippen als het goede, het ware en het schone. De klassieke begrippen van Plato. Precies. Niet alleen Plato, zeker. En daar kan je ook nog andere begrippen bij bedenken. Dus noodzakelijkheid of vrijheid. De relatie tussen mens-wereld. Het verschil en de relatie tussen natuur en cultuur. En filosofie experimenteert eigenlijk met die begrippen. Mm-hmm. Hoe kunnen we over die begrippen nadenken? Want het maakt bijvoorbeeld heel veel uit voor hoe we over de natuur van de mens denken. Mm-hmm. Voor hoe we vervolgens vinden dat hij zich in de cultuur dient te gedragen. Mm-hmm. Het maakt heel erg uit of je de idee hebt dat je een vrij mens bent. Of dat je de idee hebt dat je in een voorbeschikt plan doet waaraan je overgeleverd bent. Mm-hmm. En filosofie praat over dat soort begrippen en probeert middels theorievorming, middels argumentatie, maar ook door te kijken naar het innerlijk leven van de mens of hoe mensen zich gedragen, hoe ze zich uiten, hoe je met die begrippen om dient te gaan. Mm-hmm. Wat juiste begrippen zijn. Mm-hmm. En hoe je vervolgens, als je met dat begripsmatige denken bezig bent, hoe je dat terug kan vertalen naar hoe je leeft. Mm-hmm. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Nou, in principe zou je kunnen zeggen dat hoe abstract die begrippen ook zijn, zelfs op het moment dat je 's ochtends wakker wordt en je staat op, zijn ze al werkzaam. Dus als je bij jezelf zou gaan afvragen, waarom sta ik vandaag op? Dan geef je misschien een antwoord, ik moet naar mijn werk, of ik heb een afspraak, of ik heb zin om naar buiten te gaan. Maar dan kan je door gaan vragen. Mm-hmm. Maar waarom ga je naar je werk? Ja, omdat ik dat belangrijk vind of omdat ik daarvoor betaald krijg. Oké, goed, maar waarom zou je dan betaald willen worden? Omdat ik in mijn levensonderhoud wil voorzien. Of waarom ga je naar die persoon? Ja, omdat ik dat leuk vind. En hoe verder je gaat doorvragen, hoe abstracter de antwoorden eigenlijk worden. Mm-hmm. En op een gegeven moment kom je uit bij dat soort begrippen, omdat ik denk dat het goed is. Omdat ik denk dat het goed is om te werken. Omdat ik denk dat het goed is om me onder de mensen te begeven. Of omdat ik denk dat het begerenswaardig is, dat het mooi is. Mm-hmm. Ik heb zin om ergens naartoe te gaan. Of omdat je denkt dat het met de werkelijkheid overeenstemt. Dat het is zoals het hoort te zijn. Dat het waar is. Mm-hmm. Dat je waarachtig leeft. Dus ook niet-filosofen, daarin spelen dat soort filosofische begrippen, zoals goedheid, waarheid en schoonheid, wel degelijk een rol. Mm-hmm. En filosofie probeert eigenlijk op een bewuste manier om te gaan met die abstractere begrippen die toch heel reëel, op een hele reële wijze, mm-hmm, bepalen hoe we naar de wereld kijken. Ja.
Ik denk dat we daar straks ook op terug gaan komen wanneer we Murakami gaan behandelen. Maar ik wil eerst even naar jouw proefschrift over Agamben. En Agamben is een filosoof die niet zo bekend is bij het grote publiek. Italiaans filosoof, hij leeft nog steeds, 1942. Hij werd bekend door Homo Sacer, of Homo Sacer, Homo Sacer. Homo Sacer zegt men meestal, Sacer, ja, Latijn. Ja. Latijn, uit 2002. Jij bent bezig met een proefschrift en je hebt ook een vertaling gemaakt van een van zijn werken, van de Profanaties. En op de achterflap daarvan lees ik, even om een indruk te geven van hoe Agamben schrijft, denk ik. In de grotendeels geseculariseerde wereld van vandaag hebben we profanatie of heiligschennis harder nodig dan ooit. Vertel meer. Ja, Agamben is inderdaad de filosoof waar ik een proefschrift over schrijf. En zoals misschien uit het citaat op blijkt, het is niet de meest makkelijke filosoof. Mm-hmm. Maar het is wel een heel, ook voor mensen die niet heel erg geschoold zijn in de filosofie, wel toch ook een aantrekkelijk filosoof, omdat hij bijna poëtisch schrijft. En in het citaat gaat het over profanatie. Mm-hmm. En dat is een technische term bij Agamben, maar die is niet zo moeilijk om uit te leggen. Want waar dat in dat boekje over gaat, en wat sowieso een groot thema is in zijn filosofie, is dat hij eigenlijk wil proberen door kritiek te leveren op hoe we dingen, mensen of het leven zelf normaliter gebruiken, mm-hmm, dat over het algemeen vaak via een soort gedragsprotocollen gaat. Mm-hmm. Dus van traditie, van de cultuur, van je ouders heb je allerlei ideeën en formules meegekregen, mm-hmm, voor hoe je moet denken over het leven. En hij zegt, ja, heel veel van die omgangsvormen, die staan eigenlijk in een soort sacraal kader. Mm-hmm. Het sacrale staat tegenover het profane, het hogere tegenover het lagere, het hemelse tegenover het aardse. En hij zegt, zelfs de dingen die niet zoveel met religie te maken hebben, daar gaat een soort sacrale kracht van uit, in die zin dat we denken dat we maar op één manier met iets om kunnen gaan. Ja, kun je daar ook een voorbeeld van geven? Precies. Ja. Dus een voorbeeld dat hij geeft is een spelend kind. Of het nou een economisch contract is, of het een zwaard is met als doeleind de oorlogsvoering, of een auto wat ons moet van A naar B moet brengen. In de handen van een kind wordt zo'n zwaard opeens een drumstick. Mm-hmm. Wordt een economisch contract een papiertje wat je om kan vouwen tot een vliegtuigje? Mm-hmm. Wordt een auto een huis of een hutje waar je in kan spelen? Mm-hmm. En in die zin laat het kind ons eigenlijk iets zien van wat profaneren is. Dat is namelijk een voorwerp of een ding of een fenomeen of het leven zelf. Mm-hmm. Op zo'n manier gebruiken die geen rekenschap geeft van hoe men zegt dat je het hoort te doen. Nou, wat het kind eigenlijk in zijn alledaagse omgang met het leven en met zichzelf al doet, daarvan stelt hij voor dat moet een filosoof op dat niveau waar we het net over hadden, op het niveau van de ideeën ook doen. Mm-hmm. Hoe wij over het leven denken, mm-hmm, hoe wij bijvoorbeeld over mannen en vrouwen denken, dat is niet zijn voorbeeld, maar dat is een goed voorbeeld. Dus seksisme en racisme zijn grote problemen in onze tijd. Wat is een deel van dat probleem? Met die begrippen zwart en wit, man en vrouw, daar horen bepaalde gedragswijzen, mm-hmm, bij. En filosofie moet eigenlijk door een kritiek te leveren op de manier waarop we die begrippen gebruiken, mm-hmm, laten zien dat we daarin als vanzelfsprekend op een bepaalde manier bezig zijn, maar dat het niet noodzakelijk zo is. Ja. En profanatie is door een kritiek op die tegenstelling een nieuwe manier van omgaan. Mm-hmm. Dat is mijn vraag inderdaad. Wat hou je over als je alles geprofaneerd hebt, ja, als dat een werkwoord is? Wat blijft er over als je het man, vrouw, zwart, wit, het contract mag ook een papiertje zijn? Ja. Is dit een proces waarin alles van zijn vaste betekenis ontdaan wordt? En wat blijft er voor wereld over? Is dat een wereld waarin taal wordt uitgevlakt, van haar heiligheid wordt ontdaan misschien? Waarin handelingen niet meer de heiligheid hebben? En wat houden we over? Ja, dat is een goede vraag. Ja. En je zou kunnen zeggen, er zijn eigenlijk twee reacties op dat proces. Aha. Dus de eerste wordt ook wel nihilistisch genoemd. Mm-hmm. Dus als het inderdaad zo is
dat al onze omgangsvormen, al onze opvattingen, mm-hmm. als die gerelativeerd kunnen worden. Mm-hmm. En als we op zoek moeten gaan naar dat nieuwe of datgene wat buiten dat vooropgestelde kader zit, komen we dan niet in een wereld terecht waarin eigenlijk niets meer iets waard is. Precies. Ieder zijn eigen smaak, ieder zijn mm-hmm. eigen moraal. En die schetst een vrij negatief beeld van wat er gebeurt als we alles zouden relativeren. Mm-hmm. Als we alles zouden profaneren. Agamben erkent dit beeld, maar stelt er eigenlijk een ander beeld voor in de plaats. En daarbij gebruikt hij een principe wat zijn leermeester Heidegger ook gebruikt, maar wat eigenlijk bij Huldeling, de dichter Huldeling, vandaan komt. Daar moet ik heel even nadenken. Waar het gevaar is, groeit ook het reddende. Mm-hmm. Dus eigenlijk precies daar waar de nood het hoogst is, waar de wanhoop heerst, daar kan de denker een uitweg zoeken die juist van die desastreuze toestand een euforische toestand maakt. En zo kijkt hij naar dat nieuwe tijdperk, die komende generatie zou je mm-hmm. zou kunnen zeggen. En daarin gaat het er eigenlijk om dat de mens zichzelf leert erkennen als een wezen wat niet per definitie één gebruiksaanwijzing heeft. Mm-hmm. Niet één doel om te verrichten. En de idee hier is dat op het moment dat de mens in die zin zichzelf onder ogen komt, dat we dan alle soort van totalitaire gevaren tegen kunnen gaan. Dus het is enkel op het moment dat we denken, de mens heeft één bestemming. Bijvoorbeeld zijn rationaliteit ontwikkelen, dan zijn gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, opeens is het discutabel of dat nog wel mensen zijn. Mm-hmm. Als we zeggen, het is de bestemming van de mens om een dienaar gods te zijn, dan is het opeens discutabel of mensen die niet geloven wel echt mensen zijn. Mm-hmm. Als we zeggen dat de mens, en dat is natuurlijk het desastreuze voorbeeld van dat idee dat er mens één bestemming heeft, eigenlijk een ariër zou moeten zijn mm-hmm. in het Derde Rijk, mm-hmm. dan is alles wat niet aan die definitie voldoet mens onwaardig. Ja. En hij zegt, op het moment dat we dat soort processen daarvan voor eens en voor altijd aantonen, dat het altijd op een fictie berust, dat er niet één manier van leven is waaraan we allemaal moeten voldoen, dan zijn we in ieder geval, kunnen we ons beschermen tegen het gevaar van ideologie en totaliteit. Dat wil niet zeggen dat er niet dan nog steeds allerlei ethische problemen zijn. Mm-hmm. Natuurlijk maakt het uit op het moment dat wij niet aan éénzelfde ideaal hoeven te voldoen, hoe we met elkaar omgaan. Ja. Maar hij zegt, dat is niet op te lossen door te zeggen dat er één vorm is. Ja. Dus hij legt zijn vinger op de zere plek. Precies. Maar we weten niet, we hebben geen houvast nog hoe het daarna allemaal verder moet met ons. Precies. En dat is misschien ook niet erg. Nee. Dat we dat niet hebben. Nee. Ja. Je hebt in een artikel over Agamben geschreven dat Agamben lezen nogal een verwarrende ervaring is. Een verwarrende leeservaring. Veel voorbeelden, veel verkenningen en weinig duidelijkheid van het zit zus of zo. Hoe krijg jij houvast in die materie, in Agamben lezen? Is dat op een intuïtieve manier? Is dat een analytische manier? Of hoe lees jij Agamben eigenlijk? Ja. Dat is eigenlijk een wisseling tussen al die dingen die je zegt. Hè. Dus in eerste instantie lezen, herlezen en dan nog eens 100 keer herlezen. Mm-hmm. Maar wat mij eraan gegrepen heeft, is denk ik meer op intuïtief. Mm-hmm. Heeft aangegrepen heeft, is meer op intuïtief vlak. Hij heeft voor mij op heel veel manieren, eigenlijk wat ik net over filosofie zei, geldt in hele sterke mate voor Agamben, heeft heel veel manieren van denken en kijken naar de wereld geopend voor mij. En hoe? Door de manier waarop we vanzelfsprekend, of wat voor mij als vanzelfsprekend gold, aan de kaak te stellen. Mm-hmm. Dat is ook het verwarrende. Mm-hmm. En dus het is ten eerste die intuïtie en de belofte die ik voel in zijn werk, van ja, er zijn manieren om met die problemen om te gaan, die een bepaald vrijheidsgevoel geven. Dat zou hij niet zeggen, maar zo ervaar ik dat. Mm-hmm. Ik heb het gevoel alsof het de blik opent. Ja. En het maakt ook een nieuwe liefde voor het leven mogelijk. Mm-hmm. Omdat hij andere manieren van toe-eigening biedt. Ja. En dat is het gevoel wat mij gaande houdt als ik zijn boeken lees. Mm-hmm. Want het is ook enorm frustrerend.
Omdat het heel complex is. Ja. En daarop is het antwoord analyse. Analyse, dus ja, je hebt een intuïtie en je voelt een bepaalde belofte. En sommige dingen weet je ook niet, ja, klopt dat nou eigenlijk wel? En de enige manier om daar serieus mee om te gaan, denk ik, is om dan al die werken naast elkaar te gaan leggen. Van al die werken te gaan kijken hoe die begrippen daarin fungeren. Dus dat is gewoon, dat is bijna ambacht. Ja. Arbeid. Het is een arbeid, maar ook een verliefdheid. Zo heb je het ook wel genoemd. Ja. En misschien moet je ook wel verliefd zijn op zo'n denker om jarenlang met zo'n proefschrift bezig te zijn. Zeker, dus dat speelt wel mee. En dus je kan ook zeggen, dat het zit ook in het woord filosofie. Mm-hmm. Philo van filijn, liefhebben. En Sophie van Sophia, wijsheid. En het is denk ik heel vruchtbaar om na te denken over de relatie tussen die twee begrippen. Wat betekent het nou om wijsheid lief te hebben? Mm-hmm. Dus het is niet zomaar een houding tot wijsheid, maar een liefdesverhouding. En als we denken aan die keren dat we verliefd zijn geweest, of misschien zijn, dat is een vrij intense ervaring. Het is namelijk zo dat als je verliefd wordt op iemand, dat die persoon en het perspectief wat die persoon op de wereld heeft van dusdanig belang wordt dat het ook jouw perspectief op de wereld en op jezelf gaat veranderen. Dus het gaat iets doen met die manier waarop je naar de wereld kijkt. En ik denk dat filosofie dat vraagt. Ja. Alleen dan de relatie tot wijsheid. Dus filosofie is op zo'n manier omgaan met inzichten in dat goede, ware en schone. En dat is ook zeker wat in mijn gevoel bij Agamben gebeurt. En als ik die teksten van hem lees, dan heb ik het idee alsof er veranderingen in mij teweeggebracht worden. Op eenzelfde manier als dat als je verliefd wordt op iemand, dat die perspectieven binnenkomen. Ja. Ja. Wil je anderen verliefd laten worden op Agamben? Is dat wat je in je cursussen wilt doen? Ik denk dat als ik een kracht heb als docent, dat het wel daarin is. Mm-hmm. Natuurlijk weten we dat liefdesdrankjes nooit goed uitpakken. Dus ik kan het natuurlijk niet helemaal afdwingen. Geen garantie. Maar nee, dus ik ben er denk ik beter in om iets wat mooi en iets wat belangrijk is in een filosoof zo groot mogelijk uit te denken. En in alle implicaties die zo'n nieuwe gedachtgang heeft te presenteren. Dan dat ik ben in het bekritiseren waar het overal fout gaat. Sommige mensen zijn heel goed in aanwijzen van oké, hier ben ik niet mee eens, daar ben ik niet mee eens enzovoorts. En ik heb natuurlijk ook wel die gevoelens. Ik denk van het klopt niet helemaal of hier denk ik anders over. Maar die vind ik altijd minder relevant. Waarom? Omdat voordat je echt kan oordelen over die thema's en voordat je kan oordelen over een filosoof, moeten we eerst maar eens proberen mee te denken. Eerst leren kennen. Ja, zo iemand heeft zijn hele leven eraan besteed mm-hmm. om die thema's te doordenken. Ja. En vaak op een veel hoger niveau dan wij in staat zijn. Dus, Agamben heeft veel geschreven ook over filosofie en literatuur. Dat brengt mij ook bij de schrijver waar jij ook dit boek over hebt geschreven, over Murakami en het gespleten leven. Nog even de vraag, eerst voordat we over Murakami praten, wat hebben filosofie en literatuur voor jou aan elkaar te brengen? En aan jou, maar ook aan elkaar? Ja, nou, aansluitend bij wat ik eerder zei over filosofie. Dus je hebt enerzijds die abstracte begrippen en tegelijkertijd de manier waarop ze werkzaam zijn in ons eigen leven, in het persoonlijke leven. Sommige filosofie die gaat in mijn ogen, wordt soms te theoretisch. Mm-hmm. En dan lijken problemen als vrijheid, maar ook politieke problemen als gelijkheid, wat het over seksisme en racisme. Heel abstracte puzzels bijna. Mm-hmm. Ga je puzzelen hoe die begrippen zich tot elkaar verhouden. Maar dan als je daarin te ver doorgaat, dan verlies je in mijn ogen soms uit het oog waar het over gaat. En dat is gewoon het concrete, soms zelfs alledaagse leven. En daar is literatuur natuurlijk juist heel goed in. Mm-hmm. Waar filosofie probeert algemene uitspraken te doen, algemene vragen, verbanden, concepten te formuleren. Dus als het gaat wat is de mens, dan gaat een filosoof niet naar één persoon, Piet, met zijn tegenstrijdigheden en gevoelens en zijn geschiedenis kijken, maar naar wat is de mens in het algemeen. Hoe verhoudt het menselijke zich tot het dierlijke enzovoorts. Literatuur heeft juist Piet als onderwerp. Hoe beleeft iemand iets? Mm-hmm.
Wat betekent het voor Piet om Piet te zijn? Met al zijn emoties en alles wat het rationele denken moeilijker kan vatten. En in die zin kan literatuur iets bieden aan filosofie door problemen die eigenlijk ons allemaal aangaan. Mm-hmm. Maar als ze te abstract worden geformuleerd, nergens meer over te lijken gaan, terug naar het leven te trekken. Dus als je het hebt over vrijheid en je leest daar een roman bij van iemand die vragen krijgt over of die, wat hij doet nou eigenlijk uit vrije wil heeft gedaan, of dat hij daartoe bewogen is enzovoorts, dan gaat het veel meer, gaat zo'n thema veel meer leven. Mm-hmm. Andersom denk ik dat filosofie ook aan literatuur kan bieden, dat iets wat in eerste instantie heel ver af lijkt, dat gaat over een meisje uit Marokko van 13 in een andere tijd, dat heeft niks met mij te maken, dat filosofie kan helpen om die concrete problemen van dat ver afgelegen fictieve meisje zo te vertalen naar algemene vragen dat ze ook jou betreffen. En in die zin kunnen filosofie en literatuur elkaar heel veel bieden. Waar filosofie te abstract wordt, kan literatuur het concrete en subjectieve inbrengen. En waar literatuur te ver af lijkt te zijn, kan filosofie proberen te laten zien welke algemene vragen daarin spelen. Ja. En zo kwam jij uit op Murakami. Ja. Het is iemand die in Nederland inmiddels door heel veel mensen wordt gelezen. En ieder nieuw boek wordt zelfs met festivals ingeluid. Met de jazz die Murakami zelf beluistert, andere muziek, hapjes, drankjes en ook een filosoof. Want ook jij hebt daar gestaan op het laatste festival. Kun je iets vertellen over jouw fascinatie voor Murakami en over de thema's die jou als filosoof ook in zijn werk aanspreken? Zeker. Dus Murakami staat vooral bekend als een surrealistisch schrijver. En tegelijkertijd iemand die over de alledaagsheid schrijft. En dat moet je een beetje zo zien. Die Murakami-personages leven een enorm alledaags bestaan. Dus je krijgt beschreven hoe ze koken, hoe ze het huishouden doen, hoe de dagen in elkaar overvloeien. Ze gaan naar hun werk, lunchen in hetzelfde cafeetje, flirten wat met de secretaresse, maken hun werk af, komen thuis, zetten een muziekplaat op, pakken een boek, steken een sigaret op en gaan in bed liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle personen in al zijn boeken ook wel. Ongeveer. Ja. En dan aan het eind van zo'n week, waarin al die dagen op elkaar lijken, dan bijvoorbeeld uit Flipper in 1973 zegt die hoofdpersoon: al met al was het een week die het verdiende om eeuwig en onveranderd tot in de oneindigheid voor te duren. Mm-hmm. Dus ze vinden dat ook nog eens ideaal. Ja. Maar precies die personages, die komen in compleet surrealistische situaties terecht. Ja. In Hardboiled Wonderland en het einde van de wereld krijgt de hoofdpersoon bijvoorbeeld zijn schaduw afgesneden. En die schaduw leeft dan voort als een autonoom personage. Ze komen in parallele werelden terecht. Mm-hmm. En hoe gaan die alledaagse figuren nou om met die totaal absurde problematiek? Dat vind ik heel fascinerend. Ja. Ik denk dat dat heel veel mensen aanspreekt in Murakami. Het spreekt zeker veel mensen aan. Maar wat betekent het vanuit een filosofisch perspectief? Hè? Want het gaat over identiteit. Ja. Een persoon, die een personage dat zijn eigen leven prima vindt. Ja. En daar gebeurt iets. Er is een tegenstelling tussen het leven en het andere. Dat heeft ook altijd te maken met spiegels, met putten. Er komen ook allerlei katten altijd voorbij. En meisjes die iets weten, die uit een andere wereld komen waar hij geen toegang toe heeft of tot wel. En ja. Wat doet Murakami met identiteit? Ja. Nou, wat ik ben gaan uitzoeken, dus persoonlijk was het voor mij, ik vond die boeken heel mooi. Ik had wel een dubbel gevoel bij die hoofdpersonen. Enerzijds vond ik best wel veel troost in hoe die personen met hele heftige gebeurtenissen omgaan, heel relativerend. Mm-hmm. En ze zijn heel eloquent, maar ook heel gewoontjes. Mm-hmm. Dus het zijn echt geen pretentieuze mensen. En tegelijkertijd had ik het gevoel, ja, ga iets doen. En ze hebben ook een soort passiviteit. Ja. Ja, en die spanning eigenlijk, daar dacht ik van ja, daar moet ik iets mee. Dat wil ik uitwerken. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter, ja, al die hoofdpersonen, die komen op een gegeven moment bij een soort ervaring van gespletenheid. Ofwel in de werkelijkheid, dus er ontstaat een wereld naast de wereld zoals ze die kennen. Dus een gespleten leefwereld, maar ook innerlijk. Dat ze er opeens achter komen dat er dingen of wezens in hen leven
waarvan ze helemaal niet wisten dat die bestonden. En die hebben ook nog een bepaalde macht over hen. Mm-hmm. Wat voor gespletenheid speelt hier? En dat ben ik gaan uitzoeken. En dan kom je eigenlijk op een soort gespleten mensopvatting. En dat vond ik filosofisch heel interessant. Mm-hmm. Wat voor consequenties heeft het voor hoe we kijken naar vrijheid, zelfkennis, verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Als we uitgaan van een gespletenheid in de mens tussen wat hij weet en wat hij niet weet. Ja, over zichzelf. Over zelfbehoud en zelftransformatie. Precies. Want dat is een thema dat steeds naar voren komt en dat je in je boek ook beschrijft. Ja. Ja. Ja, dus ze leven in eerste instantie in termen van zelfbehoud. Ze weten wie ze zijn, ze weten hoe het leven eruit ziet. En ze steken hun energie vooral in dat zo houden. Ja. Niks mag hen raken, niks mag hen echt raken. Maar dan gebeurt hen iets, de dood van een naaste, nieuwe liefde of andersoortige lotswendingen, waardoor er iets compleet nieuws van hen gevraagd wordt. En je zou kunnen zeggen, opeens wordt van hen gevraagd om met de verandering die in het leven plaatsvindt, mee te transformeren. Mm-hmm. En dat vinden ze heel moeilijk. Mm-hmm. En in die zin kan je zeggen, het begint met zelfbehoud en er wordt van hen gevraagd om een soort transformatie te ondergaan. Dus dat zijn eigenlijk de uiterste polen van de verhalenwereld van Murakami. En daar zijn allerlei verschillende houdingen tussen die twee opties mogelijk en dat ook proberen uit te werken. Ja. Nou, het is een heel mooi voorbeeld van hoe inderdaad literatuur en filosofie elkaar kunnen versterken. Ja, want dat hoop ik. Ja. Door het boek krijg je als lezer ook een nieuwe laag bij Murakami. Ja. Je gaat zelf, Murakami, ik haal de naam soms door elkaar. Je krijgt een andere laag, want je gaat zelf ook een nieuw boek weer anders lezen en kijken naar de thematiek van die identiteit en het zelfbehoud en hoe die persoon niet open staat voor verandering, maar uiteindelijk toch een stap durft te zetten naar verandering. Dus het helpt ook een leek weer om het boek anders te gaan lezen. Ja, dankjewel. Ja, dat hoop ik. Ja, ja. Ja, dat is, ik kan het zeker aanbevelen. Ja. Ik wil door naar een volgende filosoof van een heel ander kaliber. En dat is Oswald Spengler. Hij was tot 2016 denk ik een vrij onbekende naam in Nederland. Maar uitgeverij Boom heeft zijn werk vertaald, De ondergang van het avondland. Dat heeft meteen een controverse opgeroepen. Dat was min of meer de bedoeling ook, om eens een boek te publiceren dat niet meteen op een soort ja-knikken van oh, wat prachtig. Dus daar is meteen een hele toestand om gekomen. Jij bent erbij betrokken geraakt omdat je een leeswijzer hebt geschreven bij Spengler en je geeft een hovelcursus ook over Oswald Spengler. Kun je iets meer vertellen over dit boek? Nog even voor de kijker. Het werd gezien als inspiratiebron voor de nazi's. Iemand als Popper vond het een pointless boek, maar iemand als Thomas Mann vond het fantastisch. De meningen zijn vanaf het begin af aan heel divers geweest. En dat boek is nu weer in de boekhandel verkrijgbaar. Ik zal het toch even laten zien. De ondergang van het avondland. Ja. Kun je iets vertellen over waar het boek over gaat? Ja. Even voor degenen die het niet hebben meegekregen. Zeker, zeker, ja. Het is inderdaad een boek uit het interbellum. En het begint eigenlijk met een kolossale belofte. Mm-hmm. Dus vergeef me als het niet helemaal correct is, maar de eerste zinnen zijn ongeveer dit. In dit boek wordt een poging gedaan om op voorhand het lot van de westerse cultuur in haar nog niet doorlopen stadia te volgen. Het is nogal wat. Dus het is niet alleen een duiding van het westerse heden, en daarmee bedoelt hij tussen 1800 en 2000. Dus we zitten daar net voorbij eigenlijk. Maar ook nog eens van de toekomst. Mm-hmm. En dit op zijn zachtst gezegd ambitieuze streven vereist nog veel meer. Namelijk niet alleen een studie van de afgelopen 200 jaar, maar zoals hij zegt, van de hele wereldgeschiedenis. Dus wat heeft hij geprobeerd, en dit is slechts één deel van de twee delen, om op basis van een enorm historisch vergelijkend onderzoek de culturen die hij daarin herkent naast elkaar te leggen, om vervolgens te kijken in welk stadium onze cultuur zich zou bevinden. En gegeven dat culturen, volgens hem de gedachte dat culturen allemaal eenzelfde soort loop doormaken, waar gaan we dan naartoe? En het is vanuit die context dat hij bepaalde antidemocratische en soms dictatuurvriendelijke stukken, om het maar even zo te zeggen, heeft geschreven. En die relatie met het nazisme is moeilijk. Dus dat is heel erg uitvergroot in de pers. En dat is begrijpelijk, maar het is ook jammer.
Omdat, kijk, feiten zijn niet te ontkennen. Hij was enthousiast over Mussolini. En hij heeft een keer op de Hitlerpartij gestemd. Maar als je zijn boeken leest, dan is hij heel kritisch op het racisme van de, van de nazi's. En neemt hij er op heel veel punten afstand van. Dus je kan er ook weer niet zomaar daaronder scharen. En bovendien, dat wat hij zegt, een antidemocratische tendens, daarin was hij niet alleen. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk gewend, omdat de democratie gewonnen heeft, om dan te doen alsof het alleen idioten waren die die andersoortige gedachten erop nahield. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een vrij naïef begrip van de geschiedenissen. Dus er waren hele grote geesten die op andere resultaten uitkwamen dan de democratische waarden. En Spengler is daar een heel groot voorbeeld van. Ja. Misschien dat we even, want we kunnen onmogelijk de 1200 bladzijden Spengler in een paar minuten behandelen. Ja. Hij onderscheidt 8 grote cultuurbewegingen, 8 grote culturen. En hij schetst een aantal stadia van ontwikkeling, volgens welke al die culturen een proces doormaken. Misschien goed om dat even kort toe te lichten, hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Dat geeft wat meer context aan ook de controverse daarna. Ja, dus het uitgangspunt voor Spengler. Dus ten eerste, dus als we geschiedenis gaan beoefenen en we leggen de handboeken die we thuis hebben eventjes opzij. Mm-hmm. En dan sta je tegenover enorme bergen tekst. Mm-hmm. En kunstwerken en ruïnes. En hoe ga je daar orde in aanbrengen? En dat is een probleem waar iedere historicus tegenaan loopt. En waar ook Spengler tegenaan liep. Dus hij dacht, om het heden te begrijpen, moet ik het verleden, al het verleden begrijpen, wat er is aan hogere mensheid. En zijn manier om te ordenen, zijn methode, die hij morfologie, of ook fysionomie noemde, vormenleer van de geschiedenis, die gaat ervan uit dat we culturen moeten zien als levende organismes. Mm-hmm. Dus net zoals planten, dieren en mensen kennen, volgens Spengler, ook culturen een geboorte, een bloei, een rijping en een verwelken. En hoewel culturen sterk van elkaar verschillen, doorlopen ze wel allemaal die stadia en ongeveer binnen 1000 jaar. Maar los van die overeenkomst hebben ze allemaal een eigen karakter. Een eigen ziel, zoals Spengler daarover spreekt. En dat klinkt misschien heel vaag of abstract, maar als wij spreken over Japanners gedragen zich zo, in India denkt men op deze manier over de wereld, de westerlingen doen dit en dat, dan veronderstellen we toch eigenlijk als een soort zielsbegrip, iets wat alle mensen binnen een bepaalde cultuur met elkaar delen. Hè? Een beetje een woord wat aan inflatie onderhevig is, maar er is ook eenzelfde soort wereldbeschouwing. Spengler zou dat niet zeggen, maar dat is een goede manier om erover na te denken. En hij zegt, historisch willen we die culturen begrijpen, dan moeten we ze in relatie tot hun ziel denken, tot de idee van een menselijke bestaansvorm, waar al die culturele uitdrukkingen van zijn. Dus je kan het vergelijken met die wetenschap die we nu niet meer erkennen, maar vroeger wel, genaamd fysionomie. Fysionomie zocht erin de gelaatsuitdrukking van een mens, hoe iemand praat, hoe iemand zijn handen beweegt, hoe iemand loopt enzovoorts. Allemaal uiterlijkheden. Het type mens te kunnen definiëren. En ondanks dat we dat nu niet meer erkennen als wetenschap, gebruiken we dat natuurlijk wel in het dagelijks leven. Dus als je met iemand praat of als je iemand ontmoet, dan trek je allerlei conclusies over wat voor soort iemand dat is, op basis van hoe die zich gedraagt. Mm-hmm. En ook als we een afspraak met iemand maken, dus stel ik heb morgen, komt Piet weer langs, morgen een afspraak met Piet, dan heb ik op basis van mijn eerdere ervaringen met die persoon een idee gevormd van wie hij is, en heb ik dus ook verwachtingen voor het soort avond, dat is ook hoe Piet zich morgen gaat gedragen. Ik heb een idee van zijn ziel. Ja. En in culturen karakter. Heb je dus ook bepaalde verwachtingen en invullingen van zo'n cultuur. Precies. En van de ziel van zo'n cultuur. Precies. Dus wat bij een mens dan een gelaatsuitdrukking, handgebaren, tretten, dus hoe we lopen enzovoort zijn, dat zijn bij culturen wat er in kunst, wetenschap, politiek, economie, religie allemaal geproduceerd wordt. Dat zijn allemaal uitdrukkingen van een bepaalde vorm van leven. Ja. En dat heeft Spengler proberen naast elkaar te leggen en proberen in kaart te brengen hoe dat zich ontwikkelt. Ja. En
Bij hem is het een ontwikkelingsstadium. Een ontstaan, een groei, een rijping. Een ondergang. Hoe moeten we ons die ondergang voorstellen? Wat gebeurt er dan bij hem? Ja, dus de vraag is natuurlijk, oké, als culturen zo'n proces doormaken, waar zitten wij dan? En volgens Spengler zitten wij in het moment van civilisatie. Mm-hmm. Dat is eigenlijk verstarring. Mm-hmm. En als we dat niet goed doen, is het ook vergaan. En dan verdwijnen we ook. Maar hij zegt, ja, eigenlijk het hoogtepunt is geweest. Dus net zoals je bij topsporters spreekt over een bloeiperiode. En dan eventueel een verdetteschap. Maar op een gegeven moment is het toch voorbij. Mm-hmm. Zo gaat het bij culturen ook. Dus eerst heeft een cultuur talent, allerlei mogelijkheden. Dan komen de hoogste uitdrukkingsvormen. In het Westen moet je denken aan Bach bijvoorbeeld. Of de gotische architectuur, de kathedralen en dergelijke. Of in de wiskunde aan de infinitesimaalrekening, dat soort zaken. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment zijn die grootste mogelijkheden, die allemaal uitdrukking zijn van het westerse levensgevoel. Het streven naar oneindigheid, noemt hij het westerse levensgevoel. Op een gegeven moment is dat op. En dan kan een cultuur die niks nieuws meer, niet echt meer iets nieuws produceren. Niet in relatie tot die grote scheppingen. Er komt niet een nieuwe Bach. Zo Spengler. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar het ondergangsmoment zit erin dat we niks nieuws meer kunnen produceren. Maar dat biedt zijn eigen mogelijkheden mee. En dat is om die vorm die wij gecreëerd hebben als Westen, zo zegt Spengler, die moeten we nu op de juiste manier eigenlijk bestendigen. Mm-hmm. En dat is de opgave die hij denkt te zien voor het Westen in zijn tijd. Ja, wat waren zijn laatste woorden daarover? Als we kijken naar de tijd waarin hij leefde. Hij is in 1936 gestorven, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Nou, dus hij had ook een theorie over de opkomst en het ondergaan van de democratie. De democratie zou plaatsmaken, dat zegt hij, dat gebeurt in elke cultuur, dat zal bij ons ook gebeuren, voor dictatuur. Grote individuen die de tot massa verworden bevolking zijn eigen privévorm op zal drukken. Dat voorspelt hij eigenlijk nog voordat Hitler zich verkiesbaar stelt. En als Hitler eenmaal aan de macht is, en heeft hij op zijn sterfbed is wel gezegd, dat hij heeft gezegd, over 10 jaar zal er geen Duits Rijk meer zijn. Nou, als je dat uitrekent, dan komt dat, is dat een aardige voorspelling in relatie tot het Derde Rijk in ieder geval. Ja. Goed, Spengler is net als Agamben, maar ook net als Foucault, iemand die de filosofie, die de geschiedenis gebruikt om ook filosofische vraagstukken te beantwoorden. Ja, we kunnen onmogelijk in dit korte tijdsbestek even al die filosofieën en filosofen de revue te laten passeren, ook al proberen we dat wel. Je hebt daar uitgebreide cursussen over gegeven en in artikelen ook over geschreven. Maar ik wil toch tot slot nog heel even iets vragen over Foucault. Juist omdat hij zo'n ander soort denker is dan Spengler. De een een inspiratiebron voor de nazi's, de ander een homoseksueel die vanuit thema's als seksualiteit, gevangenissen en waanzin probeerde om de cultuur te duiden. Wat heeft Foucault onze tijd te bieden? Want jij wilt ook een cursus over Foucault ontwikkelen. Dus dit is mijn laatste denker om te verkennen in dit korte bestek. Ja, de relatie Foucault-Spengler is denk ik niet zo makkelijk. Dus Foucault is natuurlijk later dan Spengler. Wat je in ieder geval kan zeggen is dat Foucault een totaal andere methode ontwikkelt. Dus hij wil af precies van die idee dat we een cultuur of een ziel of iets dergelijks als beginpunt moeten nemen. En tegelijkertijd zijn het soort historisch-filosofische ontwikkelingen die voorafgaan aan Foucault ook belangrijk voor de manier waarop hij zich heeft kunnen verhouden daartoe. Maar wat Foucault ons kan leren, Foucault is trouwens ook een enorme inspiratiebron van Agamben. Foucault heeft een manier van naar de geschiedenis kijken ontwikkeld die ons confronteert met dat wat zogezegd niet tot het kanon behoort. Of dat wat we normaal niet onder rationele zaken zouden scharen. Dus in zijn studie naar de waanzin heeft hij proberen te laten zien dat de manier waarop wij normaliteit definiëren en onszelf als een normaal iemand begrijpen heel erg afhankelijk is van wat we abnormaal noemen. Mm-hmm. Wat we uitsluiten van normaliteiten, de gekken.
En onze verhouding tot die gekken. Hè? Moeten we die beter maken of hebben die gewoon een eigen plek in het dorp enzovoort? Historisch gezien verschuift dat. Maar dat vertelt iets over wat wij gezond redeneren noemen. Dat is afhankelijk van wat we ongezond redeneren noemen. Mm-hmm. Nou, zo heeft hij dat op een bepaalde thema's gedaan. En er komt dit jaar een hele mooie uitgave van de geschiedenis van de seksualiteit. Ja, 2018. Precies, ja. Daar zitten we nog in. Volgens mij komt het inderdaad nog voor het einde van 2018 uit. En dat zijn hele, hele belangrijke boeken. In eerste instantie is dat alleen een onderzoek naar seksualiteit. Hè. Dus men zegt altijd dat er vroeger in de Victoriaanse tijdperk allerlei onderdrukking was. En dat wij er nu vrijheid en over kunnen spreken en het vrijheid kunnen bezigen. En Foucault die laat een heel ander perspectief zien. En die zegt, ja, eigenlijk werd het vroeger niet per se onderdrukt of niet meer dan nu. Is het enige verschil dat wij er de hele tijd over praten. Ja. En met dat praten komt eigenlijk een eigen vorm van onderdrukking op. Mm-hmm. Omdat door erover te praten, door te klassificeren, onderwerpen we ons eigenlijk aan die apparaten die proberen onze seksuele gezondheid, zou je kunnen zeggen, te sturen. En ik denk dat dat een heel belangrijk thema is en het is ook een actueel thema. Er zijn veel filosofen die nu ook weer over seksualiteit en vrijheid schrijven. Mm-hmm. Ik ben zelf ook bezig met een boekje over erotiek en daar gebruik ik het ook. Dus mm-hmm. Het is ook gewoon in lijn met het onderzoek wat ik al aan het doen was. Nee. Goed, jij hebt zelf brede interesse in juist die denkers die met de geschiedenis, de literatuur, de filosofie proberen te vernieuwen, toch op hun eigen manier weer. Wat zou je het publiek willen meegeven op het gebied van filosofie in jouw onderwijs, bijvoorbeeld in je HOVO-cursussen? Ja. Hoewel ik toch wel van grapjes houd, is het denk ik toch, naast het enthousiasme wat ik er probeer voor in te leveren, ook de ernst. Mm-hmm. Dus wat we zagen gebeuren met Spengler, en het is u misschien wel, ik ben echt geen aanhanger van Spengler, maar wat me heel erg, wat ik heel vervelend vond in hoe de pers gaat, is dat mensen het niet echt lezen. En wat ik denk ik extra breng als we, want het zijn vaak ook moeilijke teksten, ik hou nou eenmaal mm-hmm. van moeilijke teksten. Dat als we dan heel serieus met die vragen omgaan, dat het eigenlijk bij iedereen toch echt wel nieuwe dingen oproept. En ook eigenlijk laat zien wat het van je vraagt. Wil je werkelijk met problemen omgaan? En dat is eigenlijk wat ik naast alle inhoud die ik gewoon uit die boeken haal van andere mensen, wat ik probeer mee te communiceren als houding ten opzichte van de filosofie. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Jij bedankt. Ieper de Boer geeft regelmatig cursussen voor HOVO aan de Vrije Universiteit. En als u geïnteresseerd bent, kijk dan op de website www.hovo.vu.nl voor het actuele aanbod. Bedankt voor het kijken.